Goedemorgen, ik ga alvast heel kort een praatje houden. Hartstikke fijn dat jullie allemaal gekomen zijn voor de leerlingenuitvoering bij Muziek voor je Kind. Ik ben echt ontzettend benieuwd natuurlijk, want vele leerlingen ken ik. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie natuurlijk de afgelopen jaren weer vooruit zijn gegaan. En ik wens jullie allemaal ontzettend veel plezier. Iedereen heeft volgens mij heel veel zin in, toch? Ja. Oké. Meerte die zal verder vertellen wat de leerlingen precies gaan spelen, denk ik, Meerte. Ja. Ja? En ik zal verder niet al te veel zeggen. We gaan gewoon lekker beginnen, zodat we snel lekker kunnen luisteren. Heel veel plezier allemaal. Oké. Vandaag beginnen we met Sarah, haar zusje. En eigenlijk is dat van de ANV-groep. Helaas konden de andere leerlingen niet komen, maar Sarah en ik, en met Jasmijn, als iets heel leuks ingestudeerd, komen jullie bij me staan. Zeg bakkertje is voor te zingen. Zullen we dat doen? Zeg bakkertje, wat doe je met dat meel? Ik maak er grote broden van en koekjes al zoveel. En kunnen wij dat ook piano zingen? Zeg bakkertje, wat doe je met dat meel? Ik maak er grote broden van.
prima. Zo. You're my
wil graag zeggen dat ik het onwijs leuk heb gehad afgelopen half jaar met de leerlingen. En super, altijd echt een feestje om met alle leerlingen eigenlijk te mogen werken. Er zijn nog 2 weken, dus volgende week en die week erop is er nog les. En dan is het vakantie. En dan hoop ik natuurlijk jullie allemaal weer, alle leerlingen weer te zien in september. En dan wil ik nog even het woord geven aan Sarah. Ontzettend bedankt, Meerte. En ik wil graag een heel veel luisteren. Ik heb ontzettend genoten. Ik heb echt kippenvel hier gehad in het, toen ik bovenaan zat. Heel erg bedankt ook alle leerlingen. Ik wil zeggen dat het nog niet ten einde is, want we hebben hierna nog een piano-viool optreden. Maar we hebben ervoor gekozen om het in 2 delen te doen. Dus kunnen jullie zelf beslissen of jullie blijven. Of misschien heb je een tweede kind wat wel bij piano-viool voorspeelt. Jullie zijn van harte uitgenodigd om ook te komen luisteren. Ik wil even goed zeggen, dat begint om 11:15. Of kwart over 11, nou ben ik even helemaal. Ik dacht om 11 uur inderdaad. Dat wil zeggen dat als je niet meer verder wil luisteren, ja, het is ongeveer 10 minuten. Hier beneden, recht hier beneden, is een foyer. En jullie kunnen daar heerlijk even napraten. Het is helaas niet de bedoeling geweest. Wij wilden eigenlijk koffie schenken en zat, maar het mag helaas niet in het conservatorium. Dus het is wel een automaat. Dus jullie kunnen daar eventueel wat drinken en lekker even napraten. En ik wil gewoon alle kinderen en ouders bedanken voor geweldige inzet voor deze presentatie weer. En nog 2 lessen wat meer te zegt. En daarna is het jaar alweer afgelopen. Het is het ontzettend hard gegaan. Meerte is uiteraard volgend jaar weer. Jullie kunnen eventueel alvast een nieuw inschrijfformulier ook meenemen. Ook voor als je andere kinderen kent. Wij bieden ook vanaf volgend jaar gitaarlessen aan. Daarvoor hebben we nieuwe docenten die ons team komt versterken. En er zijn natuurlijk, we zijn ontzettend blij met Meerte. En daarnaast Diana, die straks de vioolleerlingen les of de presentaties laat geven. Dus we zijn heel erg blij met jullie geweldige inzet. Dus nogmaals, hartelijk bedankt Meerte en alle leerlingen bedankt. Applausje. Goedemorgen allemaal, beste dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom bij het tweede deel van de leerlingenuitvoering van Muziek voor het Kind. Vanochtend hebben we allemaal geluisterd naar de leerlingen van Meerte. En vandaag is het de beurt aan de leerlingen van Diana en van mij, van viool en piano. Ja, we zijn heel blij dat we dit jaar met nieuwe collega's werken. We zijn niet helemaal nieuw meer natuurlijk. Al een heel jaar aan het werk van Diana voor viool en Meerte dus. Die ik het net al had. En in september zullen we ook gitaarlessen worden aangeboden bij onze muziekschool. Dus dan welkomen we nog een collega. Kinderen hebben hard geoefend voor vandaag om te laten zien wat ze kunnen. Volgens mij is het ook heel erg leuk om te laten horen. En ik zou willen voorstellen om maar te beginnen met Anna.
met Boogie. Ja, dat is wel een pak, hoor. Leuk gefeliciteerd. Nou, tot zo. Het is toch wel weer.